Na de cryptowinter houdt de koers nog altijd stand. We hebben een voorlopig record te pakken. Het altcoin-tijdperk lijkt een beetje voorbij. Het handelsvolume buiten de top 100 wordt lager en lager. Goede zaak of niet? En de grootste blockchain-hackathon van de wereld was in april. En in juni gaat de G20 praten over crypto in Japan. Dit is de wekelijkse crypto-update met blockchain-ondernemer Rutger van Zuidam van... Dutchchain. Dutchchain. Gaan we het zo over hebben, wat dat precies is. Je bent hier wel eens eerder te gast geweest. Je weet het, beginnen met de koers. Ik zei het al, de cryptowinter lijkt achter ons. De markt heeft er vertrouwen in. We gingen eventjes naar ruim $5600. Hoe kijk je naar de huidige situatie? Ik zie eigenlijk technologisch gezien dezelfde situatie als vorige week of zo'n beetje een maand geleden. Dus ja. Wat dat betreft zie je dat gewoon het trekt kapitaal aan. Maar ik kijk vooral naar de technologische ontwikkelingen en die gaan als een speer. Dus jij bent wat dat betreft een echte techneut. De value coin vind je maar ten dele interessant. Nou, ik vind de prijs losstaan van de waarde van Bitcoin bijvoorbeeld als digitale publieke infrastructuur voor betalingen zonder banken. Maar het houdt mensen wel bezig natuurlijk, die prijs. Het is ook wel interessant om te zien wie er dan zoal instappen. Want je ziet ook wel institutionele beleggers bewegen. Dus wat dat betreft geeft het toch wel wat aan dat je grenzen voorbij gaat weer. Maar desondanks, voor jou misschien toch ook verrassend dat de crypto-winter zo opeens weer voorbij is? Of zie je causale verbanden? Hij begint ineens en hij stopt ook ineens. En dat hebben we al meerdere keren gezien. Ja. En ik denk dat die winter heel goed is geweest voor de technologische ontwikkelingen. Want de mensen die echt geïnteresseerd zijn in de waarde als publieke infrastructuur, die zijn door gaan bouwen. Ja. En daardoor krijgen ook investeerders weer meer vertrouwen om door te investeren. Nu zie je heel veel sterke handen die hun posities uitbreiden. Dus dat vind ik wel positief. Wat ook raar is eigenlijk dat we over crypto winter praten, terwijl een bitcoin... Die staat nu iets op 5.500. Het is nu voor de YouTubers woensdag 24 april. Ja. Als je nou kijkt naar die hele periode voor december 2017, de grote piek. Ja, dan was dat ding was $1800 of zo uit mijn hoofd. Ik weet het niet precies. Mm-hmm. Maar eigenlijk is dat ding nog steeds mega hoog. Maar er is toch een heel negatief sentiment overgekomen. Wat eigenlijk best raar is, toch? Ja, ik denk dat het negatieve sentiment vooral en daar bedoel ik niks verkeerds mee, maar in de media en ook bij de weak hands is gekomen. Dus mensen die hun verlies moesten pakken van zichzelf of zo. Ja. En juist de mensen die hebben gezet, zich verder hebben verdiept, gekeken hebben naar de technologische ontwikkelingen, die vinden het eigenlijk helemaal prima, want die hebben geduld. Want als ik in 2013 tegen jou gezegd zou hebben, in 2019, in april is een bitcoin $5600, had je gezegd, wat? Toch? Ja. Zo is het ook. Wel, ja. Heel even kort nog, de altcoins, die gaan wat minder. De handelsvolume daaronder, die zijn vrij laag. Maar er zijn ook gewoon te veel altcoins met niet functionerende businessmodellen. Ook belangrijk voor vertrouwen in de markt, dat soort die altcoin-makers die denken, hoezo, ik heb een heel revolutionair project. Mm-hmm. Maar er moet toch eigenlijk ook wel wat verdwijnen uit die markt? Zou die exchanges niet wat meer een verantwoordelijkheid moeten nemen? En zeggen, die doe ik wel, die doe ik niet? Dat is denk ik een zoektocht voor die partijen. Is een normale exchange verantwoordelijk voor het presteren van een bedrijf? Is de Euronext verantwoordelijk voor het presteren van een bedrijf? Denk het niet. Maar je hebt wel allerlei checks en balances. Ja, en heel veel eisen voordat je... Precies. En daar heeft de cryptocurrency markt denk ik ook wat in te doen. Ja. En daar is transparantie heel erg van belang. Ik denk dat er super interessante projecten zitten tussen die altcoins. De vraag is, welke zijn echt interessant en zullen ook doorbreken? En dat zijn er tientallen. Zeker geen duizend. Nee, zeker niet. Nee. Alleen, ik denk dat is wel de kunst om die eruit te pakken natuurlijk. Maar daar zouden die exchanges best zelf wat meer aan mogen doen. Dat gebeurt zeggen, dit is zo'n vaag businessmodel, dat doe ik niet. Ja, het begint op te komen. Dus er zijn nu ook een aantal exchanges die Bitcoin SV hebben gedelist. Ja, dat zul je nu, dat spel ga je nu krijgen. Jij hebt de grootste hackathon van de wereld georganiseerd, maar dat is de hackathon in blockchain en artificial intelligence. Ja. Het is niet, als het gaat om programmeren, de grootste hackathon geweest. Nou, dat moet ik een keertje met een notaris erbij doen. Ik denk dat we zeker in de top 3 van de wereld zitten. Ja. Wat is een hackathon? Hackathon, 48 uur. Teams die zich in ons geval hebben ingeschreven, die komen vanuit 29 landen naar Nederland toe, in dit geval Groningen, om samen met opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, maar ook de overheid, wetenschap, samen te werken aan uitdagende vraagstukken. Ik zie een hele zaal vol met nerds.
Ja, nou ja, je ziet hier... Ook heel aantrekkelijke nerds. Precies. Dus het is echt van alle leeftijden, het is van alle disciplines. Ja. Een gemiddeld team van 6 mensen heeft 2 à 3 programmeurs. Ja. Maar de rest is echt van alle markten thuis. Je moet alle invalshoeken hebben voor het probleem op te lossen natuurlijk. Ja, het is net een onderneming, zeg maar. Ja, dus, alfa's, beta's, alles erop en eraan. Ja. Wat was het probleem? Wat was het vraag? Wat moest opgelost worden in deze? Nou, we hadden 20 vraagstukken, variërende van bijvoorbeeld Vattenfall die naar een fossiel vrije energie toekomst wil. Ja. Maar ook de Nederlandse overheid die zichzelf opnieuw probeert uit te vinden. Ja. Maar ook bijvoorbeeld een KLM die een vloeiende doorloop wil, bijvoorbeeld op Schiphol. Nou, dus er zijn van heel veel disciplines en markten verschillende vraagstukken die opgelost worden tijdens zo'n weekend. Ja. Natuurlijk gaat het om het prototype van de oplossing. Je kunt niet zo'n groot probleem in één weekend oplossen. Nee. Maar wat ligt er aan het einde van het weekend? Een white paper? Nee, een prototype. Een stuk techniek wat echt werkt. Software. Ja, software. Ja. Waar je kan klikken en zegt, kijk eens, we hebben anders nagedacht over het probleem dan we voorheen deden. Ja. We hebben ook daarom een andere oplossing gevonden. En hier hebben we het uitgewerkt in een soort van proof of concept. Ja. Nou, en dan is de vraag, hoe ver kom je in 48 uur? Wat alle uitdagingen met zich mee hebben gebracht, is het vraagstuk, hoe maken we hier digitale publieke infrastructuur van? Dus met andere woorden, hoe breiden we het internet zo uit dat we dit probleem in samenwerking kunnen oplossen, omdat deze problemen te groot zijn om voor één bedrijf op te lossen. Je hebt eigenlijk grootschalige samenwerking nodig om dit soort vraagstukken op te lossen. Ja, en noem eens even heel concreet vanuit de overheid. Gaat het dan bijvoorbeeld over sociale zaken of over uitkering of UWV's? Moet ik het zo zien? Bijvoorbeeld digitale identiteit. Hoe ga je daarmee om? Hoe doe je online, hoe maak je contact? Hoe doe je zaken met niet alleen de overheid, maar ook met bedrijven? Als je nu webshops, als je daar zaken mee doet, dan moet je aan elke webshop je identiteit geven. Dus je moet overal een account geven. Dus dan kopieer je eigenlijk je identiteitsgegevens. Ja. Nou, wat je eigenlijk wil is 1 kluisje waar je je eigen gegevens in hebt. Dat het van jou blijft. En dat het van jou blijft. Dat je een sleuteltje geeft aan de partij waar je zaken mee doet. En dan is de vraag, moet dat kluisje nou van de overheid zijn of van jezelf? Ja, precies. Nou, het beste antwoord is natuurlijk van jezelf. Maar het moet wel in samenwerking gebeuren met de overheid. Omdat de infrastructuur van ons allemaal moet allemaal met elkaar kunnen praten. Zonder dat je geheim hebt. Dat lijkt me een hele moeilijke opdracht. Ja. Maar hoe verhoudt dat zich nou tot blockchain? Want blockchain is een gedecentraliseerd waardesysteem. Wat door iedereen gecontroleerd kan worden. En waar niemand echt de overhand heeft. Dat is dan de theorie. Ja. Dat betekent wel dat je een soort van tokens moet koppelen. Ja. Aan het probleem, toch? Want als je in blockchain verhoudingen denkt. Klopt. En dat is dan ook die mensen gelukt? Ja, meestal wel. Ja? Het lukt natuurlijk niet altijd binnen 48 uur, maar de meeste teams die starten daar vanaf begin af aan mee. En het gaat er dus om dat je een onafhankelijke, absoluut neutrale plek hebt die niet van de overheid is en niet van een bedrijf of een paar bedrijven, waar je dus kan opslaan wat er van A naar B is gegaan. Ja. Dus dat kan zijn een stukje waarde, wat jij al zegt. Maar het kan ook zijn bepaalde informatie, bijvoorbeeld een certificaat. Ja. Bijvoorbeeld, is de energie uit het zonnepaneel echt groen? Nou, op dit moment, als je zonne-energie teruglevert aan het net, wordt het gemarkeerd als grijze energie. Ja. Dat is natuurlijk niet helemaal terecht. Dus als je wil dat dat daadwerkelijk groen is, dan moet het wel gevalideerd zijn dat het daadwerkelijk uit je zonnepaneel komt. En dat moet dan ook op die manier in een token, in een certificaat, gedigitaliseerd worden. En een heel track-and-trace systeem. Precies, maar niet in 1 centrale database, maar in een netwerk. Ja, en dat is telkens het verschil, dat dus niet dat in een centrale database komt, want wie is daar dan eigenaar van? Dat kan beïnvloed worden. En die data is eigenlijk van mij als producent. Dus hoe ga ik dat netjes uitwisselen met elkaar? Nou, een gedecentraliseerd netwerk. En daar is blockchain dan geschikt voor. Ik vind het fascinerend. Jij organiseert vaker hackathons, hè? Ja. Dus dat is jouw bread and butter. Gaan we nog even over de G20 praten. Even kort. 8 en 9 juni Japan. Nou, Nederland doet dan ook mee, omdat we in de Europese Unie zitten. Komen EU-vertegenwoordigers. Het wordt veel over compliance gesproken worden, maar ook weer over witwas en terrorisme. Dat horen we natuurlijk vaak bij blockchain. Ik heb het idee dat heel veel landen nog steeds niet zo goed weten wat ze aan moeten met crypto. Wat denk jij? Ja, ik deel je idee. Ja. Ik denk dat het is ook wel lastig, omdat het iets is wat je totaal niet in control hebt ten opzichte van alle andere systemen waar landen gewend aan zijn, zoals het monetaire systeem. Ja. Maar
Ja, ik denk dat het zaak wordt dat, dat we losraken van defensieve strategieën. En dat juist landen met zoveel verantwoordelijkheid gaan kijken hoe je dus de technologie optimaal kan benutten. Ja. Niet om de huidige machtsposities te versterken, maar om gewoon een wat eerlijkere en efficiëntere samenleving met elkaar te organiseren. Maar is blockchain in dat opzicht nog steeds niet te veel een hype? Nog niet... Denken we nog steeds niet te veel dat het een revolutie is? Ik praat totaal tegen de verkeerde, dus dat weet ik. Ik denk dat er wel te veel hype is geweest. Ik denk dat de crypto winter en ook wel... die hype is eigenlijk wel een beetje van vorig jaar voorbij. Ja, maar dat is het geld verdienen. Daar wil ik in meegaan. Maar blockchain zou alles gaan veranderen. Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Nee. Het gaat om het creëren van die nieuwe... publieke infrastructuur, het uitbreiden van het internet. En daar is blockchain wel het antwoord op. Daar zit blockchain op de goede plek. En daar zit artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, ook op de goede plek. Omdat het anders telkens in een soort van black box zit. Dan wel van de overheid, dan wel van een bedrijf. Ja. Maar waarom niet van het publiek? Hè? Dus dat is eigenlijk een nieuwe plek. En daar gaat het om. En wat die G20 daarmee zal doen... Ik denk nog niet zoveel. Ik denk wel dat het belangrijk is dat die cryptocurrencies daar onderdeel van zijn. Voor mij is Bitcoin het belangrijkste en ook de belangrijkste blockchain. En ook de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van soevereine financiële systemen. Het financiële systeem moet soeverein worden. Moet van mensen zelf worden in mijn ogen. En daar gaat Bitcoin zeker bij helpen. Dat heeft overigens ook allemaal voor- en nadelen. Maar we hebben tijd tekort om daar nog heel over te filosoferen. Ja. Tot slot, jouw tip. Jij zei alweer Bitcoin. Bitcoin is het voor jou, toch? Ja, en daarom ook mijn tip. Tuur de Meester, bekend Bitcoin, specialist, heeft heel veel kennis van de markt. Die hebben recentelijk een vreselijk interessant rapport uitgebracht via Twitter te vinden als je zoekt op Tuur de Meester. En dat is toch wel iets, ik heb er vandaag ook over getwitterd, als je iets leest... over de prijsontwikkeling op het gebied van Bitcoin. Lees dan zijn rapport, zou ik zeggen. Het is absoluut geen advies. Hè, maar ik vind buitengewoon interessant. Wat is de strekking? Wat ik interessant vind is dat zij die blockchain pakken... en allerlei analyses daarop voeren... en compleet nieuwe indexen verzinnen. Waardoor je dus kan heel anders tegen de koers aan kunt kijken. Ja, op die manier. En waardoor je ook kunt zeggen van wat zijn die ontwikkelingen... en waarom is het van belang? Welke rol speelt bijvoorbeeld een ontwikkeling als het Lightning Network daarin... waardoor je onbeperkt aantal transacties kunt doen. Voor een fractie van de prijs... waardoor je eigenlijk gewoon het Swift-netwerk, betalingsnetwerk... op Bitcoin kan laten draaien. En daar zit ook heel veel kansen voor banken in. Dat is denk ik... hij ligt een puntje van de toekomst. Tuur de Meester, dat is eigenlijk jouw tip. Bitcoin, Tuur de Meester, het rapport van Tuur de Meester. Rutger van Zuidam, we zijn aan het einde gekomen. Dankjewel. Ja, bedankt Wilson. Helemaal goed.